bestaat uit het versterken van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. En dat deed ik in 2016 voor 6 gemeenten, 2017 voor 4 gemeenten. En met 2 ben ik alweer in gesprek om mijn portfolio uit te breiden naar 6 gemeenten. Aan de ene kant adviseer ik de gemeenten. Meneer Kees Smit, u heeft een prachtige zeilwagen. Hoe lang heeft u daarover gedaan? 3,5 maand. In de houtwerkplaats gemaakt in Arnhem bij Artes. Artes is een kunstacademie, dat gaat tussen Arnhem, Enschede en Zwolle. Uw andere werk, daar was eentje bij 3 seconden, Anja Timmer. Ja. En nu ken ik Anja Timmer, maar volgens mij ziet ze er heel anders uit. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk een abstract werk. En ik ben wel al lang bezig om te kijken hoe ik mijzelf kan omzeilen. We hebben allemaal een bewustzijn, we hebben een collectief geheugen. Daar worden we behoorlijk door beïnvloed. Dat kan aan de ene kant ook wel prettig zijn om wat houvast te hebben. Maar die houvast wil ik eigenlijk omzeilen. En daarom heb ik mij de opdracht gegeven om er liggen eigenlijk 3 personen. Dus het is iedere keer 1 persoon, 1 seconde. Om mij een beeld te vormen in 1 seconde van iemand. Dus het is eigenlijk een hele snelle pentekening geweest van een seconde. Denkend aan 1 persoon, waaronder Anja Timmer. Dus ik heb mij dat al een keer toen ik een klein bootje gemaakt heb, eigen gemaakt heb. Je maakt je eigen stoomkist. Je kunt een behangstoomapparaat aanwenden om stoom te creëren. En dan is het, ben je in de praktijk bezig. Moet je zelf uitvinden hoe lang dat in een stoomkist moet liggen om het die vorm te geven die jij hebben wil eigenlijk. En dan laat zich eiken, laat zich veel makkelijker stomen dan dit is dit teak. Dit laat zich amper buigen. Dit heeft 1,5 uur in de stoomkist gelegen. Dan wou het eigenlijk nog niet buigen. Dus die kromming die hierin zit, ja, dat is 1,5 uur stoom. Dit is een zeilwagen, maar werkt die ook? Hij werkt ook. Ik ben hier in 3 dagen van Arnhem mee naar Enschede gelopen. Ja, 100 kilometer. En daarna heeft hij nog wel 100, hij heeft al 200 kilometer achter de rug. En u vraagt er nog 5000 euro voor een tweedehands wagen? Ja, ik wil hem niet eens kwijt.